Als student verloskunde hoorde ik best veel verhalen van net startende verloskundigen dat zij door de hoge werkdruk veel stress ervaren, soms zelfs een burn-out krijgen en vrij vlot stoppen met dit mooie beroep. Dus dat maakte, toen ik startte, dat ik dat best spannend vond. Het buddy-systeem, dat passen we toe als een maatje op de werkvloer. Dus eigenlijk een collega die hier nieuw binnenkomt in de praktijk, een buddy te geven. Dit is de verloskundige die jou als nieuwe collega inwerkt voor een periode van 3 tot 6 maanden. Ik heb een buddy. Bij haar kan ik voor verschillende zaken altijd terecht. Het is eigenlijk heel goed om dat wat meer gestructureerd te doen. Stel, ik heb een cliënt op het spreekuur en ik twijfel over een bepaald beleid, kan ik altijd mijn buddy bellen. Er moet gewoon één iemand zijn die het aanspreekpunt is voor die nieuwe collega, om ervoor te zorgen dat zij met dat zelfvertrouwen en zonder gêne kan bellen op het moment dat het haar uitkomt. Af en toe plannen we ook momenten in om door te nemen hoe het gaat en of ik nog ergens behoefte aan heb. Dat ervaar ik als heel prettig. Hè, of als ze aan het werk is, als ze ergens onzeker over is, als ze vragen heeft achteraf of als ze gewoon even wil kletsen. Het buddy-systeem zorgt ervoor dat ik stevig in mijn schoenen sta en dat straal ik ook zeker uit naar de cliënten. We weten allemaal hoe het werkt. Als we eenmaal een nieuwe collega hebben die super enthousiast is, dan zeggen we, oh, kan je nog een dienst doen voor mij of kan je nog een spreekuur doen voor mij? En die nieuwe collega's die willen dat ook heel graag. Maar ik denk dat het goed is dat er altijd één iemand is die eens even meekijkt van, joh, kan dat wel, hè? Red je dat wel? Is dat niet te veel? Mijn buddy brengt me op de hoogte en nodigt me uit voor face-to-face, waar ook verschillende ketenpartners aanwezig zijn. En ze zorgt er ook voor dat ik echt een actieve rol speel in teambesprekingen. Wij hebben in de praktijk gemerkt dat het invoeren van het buddy-systeem hele goede resultaten geeft. Omdat je die collega gewoon zoveel zelfvertrouwen geeft in die praktijk, dat zij nu met veel meer plezier in dat werk staat. De stap van student naar verloskundige is heel groot. Dankzij het buddy-systeem word je niet in het diepe gegooid, maar krijg je de kans om langzaam te wennen en jezelf verder te ontwikkelen. En ik hoop op deze manier met heel veel plezier tot mijn pensioen verloskundige te blijven. En dan word ik ook buddy voor de toekomstige generaties.